Ik zeg natuurlijk altijd tegen iedereen, je kan bij mij heel snel en makkelijk Spaans leren. En dat is ook zo. En dan beginnen we ook gewoon bij het alfabet. Nu gaan we echt gericht op de vakantie. Dus het zijn heel veel kant-en-klare zinnen eigenlijk die je gewoon in je hoofd moet gaan stampen. En als je natuurlijk straks veel meer wilt leren, nog veel meer Spaans wilt leren, dan adviseer ik je natuurlijk gewoon om met cursus A te gaan beginnen. Of met het hele super Spaanse lespakket. Dan heb je alles wat je nodig hebt. Even kijken. Uurtje per dag ga je het echt wel lukken. Dus waar het e-book staat, daar kan je straks de les van morgen ook kijken. Dan zeg ik altijd, probeer hem 's morgens alvast even door te nemen. Probeer een beetje te leren van wat we 's avonds in die les gaan oefenen. En dan kom je nou 's morgens al gelijk vragen tegen. Dan om 12 uur ga ik live. En dan, waar ik ook ben. Hoe zeg je? Gooi in de chat. We gaan niet praten, want dan gaan we allemaal door elkaar heen. Hoe zeg je, is er een hotel in de buurt? Is er een hotel in de buurt? Dit is ook gewoon zo'n zinnetje. Ik zou zeggen, schrijf hem op. Want het is altijd makkelijk om te onthouden. Stel, je rijdt ergens en je hebt 's nachts een overnachting nodig. Dan kun je in ieder geval vragen. En of jullie hebben heel goed de les doorgenomen. Of jullie weten het allemaal. Jullie horen bij de 60%. Dat kan natuurlijk ook. Wacht. Ik gooi even mijn chat aan. Dan ga ik meetypen. I. Ja, inderdaad. Jullie zijn super slim. I is, er zijn. Die is gewoon heel makkelijk om te gebruiken. Hè? Altijd. I, er is, er zijn. Wel in het algemeen. I schrijf je natuurlijk H-A, Griekse I. I is, of er zijn. Allebei, hè? Enkelvoud, meervoud. I un hotel. Je kan niet zeggen uno hotel, hè? Want uno is alleen maar, ga je tellen, en alleen maar dan het getal 1. En voor de rest gebruik je hem nooit als er een mannelijk zelfstandig naamwoord achterkomt. Dan is het gewoon un, dan valt die o weg. En dat is altijd zo, hè? Dat is ook bij buen, kan je ook niet zeggen bueno. Jawel, als je alleen bueno in het algemeen gebruikt. Maar als er gauw er een mannelijk zelfstandig naamwoord achterkomt, valt die o weg. Dus hay un hotel. H spreek je natuurlijk niet uit. Cerca.